De Thomas van Kinnestraat wordt gesloopt na de zomer. Tot de grote vreugde van heel veel mensen en tot groot verdriet van sommige anderen. Thomas van Kino, je vraagt natuurlijk af wie was dat? Nou, dat was een Italiaanse filosoof en theoloog uit de 13e eeuw. Hij heeft zijn naam mogen verbinden aan deze straat. Gebouwd eind jaren 70. 2-3 verdiepingen hooguit. Heel veel kleine kamertjes, kleine gangetjes. Groot verdwaalpercentage. Dat zijn dus gebouwen met luchtbruggen aan elkaar verbonden. En om niet helemaal te verdwalen, hebben ze per gebouw een soort steunkleur gemaakt. Het heeft niet echt geholpen. Hier zie je een van die doorgangen. Binnen hebben ze gekozen voor grindtegels als vloerbedekking, zal ik maar zeggen. Als je de loopbrug overgaat en je komt bij 5 uit, dan ligt daar opeens een soort mausoleum. En het gerucht gaat dat ze voor wat bezuinigingsopties hebben gekozen. Of het waar is, ik vind het wel een leuk verhaal. Vroeger zat hier een kiosk en 's middags stonden hier de rijen echt tot 10, 15 meter de straat in voor de broodjes, voor de krentenbollen en voor een praatje met de dames die daar werkten. Hier zat de socio-kantine. En moet je voorstellen, in de jaren 80 mocht je nog binnen roken, je mocht er drinken, je mocht er de hele dag zitten zonder ook maar iets te doen. Dit was echt het hart van de Thomas van Aquino straat.